kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Josanne en over iets meer dan 2 weken gaan wij verhuizen naar ons nieuwe huis. Het is bijna zo goed als af, maar het leek me leuk om jullie in deze video het nieuwe huis te laten zien voor zover het af is. Ik heb jullie in eerdere video's al laten zien welke kleuren de slaapkamers hebben, maar in deze video vertel ik je welke thema's de kamers krijgen, want ik vind het super leuk om de kamers van mijn kinderen te stylen en ik ga je alvast vertellen per kamer welk thema het krijgt. Oké, dit is een van de weinige keren dat jullie de kamer van mijn man te zien krijgen. Zo is die dus wit, niks bijzonders. Ja, hij wil het wit hebben, het is wit. En ja, ik heb al eens uitgelegd waarom we apart slapen. Zo, hij kan het inrichten zoals hij wil. Ik heb geen idee hoe hij het gaat doen. Maar voor het geval je dus denkt dat het hele huis wil zoals ik het wil. Dit is dus zijn 4 meter die hij in mag richten zoals hij wil. En zoals je dan ziet, ja, ik heb iets uitgesproken smaak van hij. Dit is Noofje's kamer. Dit wordt de kamer van baby Noofje en ja, Dennis drinkt op de muur. We hebben een vliegplank die tegen de muur aan moet komen te hangen. Die heb ik laten maken. Ik vind het super gaaf. De kleuren voor deze kamer worden blauw, mint, zwart, goud, grijs. Van alles en nog wat eens door elkaar. Ik moet nog even de juiste accessoires vinden. Eerst wat ik moet gaan doen is een beetje passen en meten. Want ik heb nog helemaal geen idee. Er moet een commode in. Er moet een ledikant in. Er moet een kast in. En ja, misschien volgens mij is het grootste dan wat Chloe nou heeft. Kleine kamertje. Ik vind het altijd heel lastig om dat zo te zien. Je moet echt de meubels erin staan. Wil ik daar echt iets zinnigs over kunnen zeggen. Het thema van de Noofjeskamer wordt sterren. Maar de ruimte eigenlijk. En dat heeft ermee te maken met zijn geboortekaartje. En dat was een blauwe lucht met maan en sterren. En ja, dit is blauw, dus het wordt een blauwe lucht. Maan, sterren. Het wordt gewoon een hele leuke babykamer. En die hou ik van. En ik heb in mijn blog heb ik al wat meer details gegeven met dingen waar ik het vandaan heb. Ik zal ook even de blog linken. In ieder geval vanavond heb ik het af. De komende week zal ik ook van de andere kinderen het een en ander laten zien waar ik het vandaan ga plukken. Maar ja, dit wordt dus een sterrenkamer. Hij krijgt de oude klankbord van Chloe boven zijn bedje. En ja, ik weet nog niet of ik het bedje daar of daar neerzet. Volgende week wordt deze plank opgehangen om het licht en lampen. Dus dat ik wel bij zijn, anders hangt het dan een verkeerde muur of een plek waar ik het absoluut niet hebben wil. Dus daar ga ik nog even tegenaan bemoeien. Ja, het is gewoon een hele lichte ruime kamer met 1 raam. En, super, ja. We mogen even kijken wat we hiervoor gaan hangen. We hebben op zich airco in huis. En ik weet niet of ik dat iets fijns of niet iets fijn ga vinden. Als deze zomer nu heet is, dan vermoed ik dat het hier lekker heerlijk cool is. Maar dit is dus even een beetje het thema voor deze kamer. Op de duur zal ik je laten zien hoe het eruit ziet als het af is. Ik zit gewoon echt aan te denken van, ja, ga ik echt al die babyspullen erin zetten? Of schakel ik stiekem toch al over naar iets groters zoals de IKEA Paxkast en laat ik het even. Ik weet het gewoon nog niet. Nee, ik weet het niet. Ik heb ideeën, maar ja, we kunnen vooruit voorlopig. Dit is Bailey's kamer met de kleur Celadon Mint. Bailey heeft nu een kamer met blauw en, ja, zullen we zeggen, van die grote gouden stippen. Deze kleur blauw is iets vergrijsder dan de mintkleur die ze thuis heeft. Maar ze wil een beetje naar de pasteltintjes. En ik heb aan Bailey gevraagd, vertrouw je mij? Dus ze zei ja. Mag ik dan carte blanche om jouw kamer zo te maken zoals ik denk dat je het leuk gaat vinden? En Bailey heeft me toestemming gegeven. Dus ik mag de hele kamer maken zoals ik het wil. Ik wil heel veel pasteltintjes. Bailey houdt van kawaii, donuts, als het schattig is. Dus ik kan daar heel goed mee uit de voeten. Ik heb al echt ideeën ervoor en het wordt gewoon een hele leuke, bonte pastelkamer. Feit is dat we even rekening moeten houden met de ruimte, want er moet een 2-persoonsbed in en er moet een bureau in en er moet een kast in. Dus die gaan we eerst even op zijn plek zetten en daarna ga ik gewoon compleet los met inrichten en dan zien we het wel. Bailey heeft dan 2 kanten ramen. En ze wilde haar gordijnen die ze nu heeft mee hebben. Ik weet niet of dat past qua lengte of wat dan ook. Maar ze wil ze heel graag mee hebben. En ja, ze hebben ze niet meer. Dus ik moet even kijken hoe ik dit op ga lossen. Ja, het scheelt dat de raampartij wat korter is. Dus misschien dat ik ermee uitkom als ik ze door de helft laat knippen. En dan daar een deel en zij blij. Bailey had zoiets van mij hoeven het geen verduisterende gordijnen te zijn. Maar ja, dan is het pech, want ik ben mama en ik zeg het gaan wel verduisterende gordijnen worden. Anders zijn mijn kinderen in de zomer om 5 uur wakker. En het zijn al ochtendmens. En 5 uur 's ochtends trek ik niet. Dus vandaar dat ik zoiets heb van, nou weet je, dat gaan we gewoon even
leuk wat gordijnen ervoor hangen. En van die dingetjes die je dan naar beneden kunt trekken. Rolgordijnen en wat ter versiering. Het is nog enorm hol. Het galpt echt. En ik ga kijken of ik dit voor de rest lekker pastelkleurig maak. Mooi roze is niet lelijk. Nou, deze is blijkbaar niet uit de roze fase. Nee, geintje zit naar elkaar met roze en goud. Blush roze en goud. Voor mij is dezelfde kleur roze. In principe blijft haar kamer een beetje zoals ze ervan had. Ze wil sterren. Nou, dat kan niet prima. Haar kast moet hierin. Haar twee personen bed moet hierin. En moet een bureau in. Zodat ze hier op haar kamer rustig kan gaan studeren. Ze heeft qua benedenverdieping is deze kamer volgens mij wat smaller dan die van Daily. Maar wel iets langer. Dus dan moet ze nog even kijken hoe we het gaan schuiven. Of ze haar bed tegen deze kant aan wil. Die kant of dat hij toch die kant op komt, ik weet het niet. Als we verhuisd zijn, mag ze dat zelf gaan doen. We hebben nog niet echt het idee van hoe we het verder in gaan richten. En dat is ook een beetje, ja, dat wordt eerst even passen, schuiven, meten waar we het een en ander neer gaan zetten. En daarna ga ik weer los met de accessoires. Ik heb deze kinderkamer zo'n twee à drie jaar geleden aangepakt. En in principe kunnen alle spullen die zij toen heeft gekregen, kunnen hier ook prima in, omdat ze gewoon hetzelfde thema houdt. Qua gordijnen, ja, moeten we wat het een en ander aan gaan passen. Maar ja, het is even zoals het is. En ja, dan kan het eigenlijk gewoon prima vooruit. De enige eis die Grace zelf had was, ik wil een bureau. Nou, dat komt goed. En voor de rest, ja, dat is dan een aanvulling aan wat ze heeft. Ze heeft nu naar huidige kamer zijn speelzolder, heeft ze hier niet. Dus het is echt een vierkante meter zoals die hier is. En ja, nou, we gaan het beste van maken. We zijn nu op de zoveelste verdieping en hier komt Chloe te slapen. De kleur van de muur is paars. Chloe wilde heel graag paars hebben, want paars is haar lievelingskleur. Nou, ik zag het helemaal voor me dat het een pimpelpaarse kamer zou gaan worden, die ik echt niet mooi vind. Dus ik heb het paars wel een beetje gestuurd, want je hebt paars en je hebt paars. En dit is het soort paars wat ik wel trek, een beetje vergrijsde tint paars. Heel subtiel paars, kort op mijn leven paars. Het thema voor Chloe's kamer wordt het Zwanenmeer. Dus denk aan zwaantjes, denk aan tulle, denk aan roze. De kleur grijs komt hier terug, de kleur roze komt hier terug. Nou, een beetje paars, wat ik acceptabel paars vind, mag hier terugkomen. Zij heeft een hele mooie lamp van harte lief. Ik zie daar een aansluiting, dus daar komt die lamp gewoon voor Chloe. Dan komt waarschijnlijk aan die kant, vermoed ik, dat er een kast gaat komen. Ze heeft nou meubeltjes die naar Novens kamer gaan. Dus die moet ik nog even kijken of dat in Chloe's kamer gaat doen. Ze wil een speelhoekje, een tentje hebben hangen en dat vind ik allemaal prima. Dus het kan ook prima in het hokje en dan ja, wordt het echt gewoon haar eigen kamertje. En ik heb het idee dat het kleine meisje straks gewoon hier kan spelen op deze verdieping. Super. Ja, dus hier komt haar kleine Ikea witte bedje en een klamboe in het roze, paars, grijs, weet ik nog niet. Komt hier dan te hangen en dan is het meisje ook helemaal blij. Dus dit is echt haar droomkamertje en gaat helemaal los. Dus die ga ik een metamorfose geven, zodat ze echt een mooie meidenkamer heeft. Nu vind ik haar kamertje een beetje bont. Het is gewoon net niet. De meubels moeten er nood van. Het is een beetje zo'n kamer die eigenlijk nog niet de transitie heeft gemaakt van babykamer naar kleuterkamer. Dus ik ga het hier aanpakken, zodat het echt een kamer wordt voor kleuter, peuter, schoolkind. Zodat ze in ieder geval een tijdje vooruit kan. Nou, welkom hier met heilige dagen. Dit is mijn kamer. Ja, het is de grootste van het hele huis. Nou, 1, 2, 3 ramen. Ja, ik heb uit over de velden. En ja, ik heb een probleempje, want mijn pakskasten passen hier dus niet. Dus dat betekent dat ik de kasten op maat moet gaan lopen maken. Het idee was om ze hier aan deze kant neer te zetten en gaan gewoon passen. Dus, ja, mijn man zei dat ze hier en daar wel pasten, maar dan wil ik ze niet hebben, want dan zie ik die muur dus niet. Ik laat dus de muur verven om vervolgens een kast ervoor te zetten. Eigenlijk wil ik hier, in deze hoek wil ik mijn bureau hebben, zodat ik hier kan gaan werken en ja, nog wat schilderijtjes, een beetje volwassen. Dit is de kleur Tranquil Green, dat was de flexakleur van 2020 en nou, die zit op mijn muurtje. Ik wil het combineren met, ja, een beetje zwart, industrieel zwart. Tegelijkertijd wil ik het ook wat vrouwelijker houden. Dus ik zit ook een beetje aan rosé te denken, of roze. En dan is het goed te combineren met roze. Dat je een beetje een magnolia effect krijgt. Dus ja, ik weet het nog niet. Maar ja, nu ik hier sta, dacht ik, zie ik ook dat de ruimte iets kleiner is in werkelijkheid dan dat het in mijn hoofd was, zullen we maar zeggen. Dus ik moet nog even nadenken over hoe ik een en ander neer ga zetten, hoe ik dit ga doen. Want ik vind het heel lastig om te rekenen met schuine wanden,
hoe je dan je spullen neer gaat zetten. Dus dat wordt echt geschuif gedaan. Eigenlijk wil ik ook gewoon, nu ik naar het plafond zit te kijken, of het zijn van die schotjes, ik weet het niet. Eigenlijk wil ik gewoon een schommel in de kamer, zodat de kinderen hier af en toe gewoon lekker kunnen gaan schommelen. Of ik zelf gewoon, ja, zo ben ik gewoon, dat vind ik leuk, dat geeft me inspiratie. We zullen wel zien of dat kan. Ik ga het even de klusjesman vragen die volgende week hier het een en ander gaat bevestigen en doen. Of het mogelijk is om in dit soort plafondjes een schommel te hangen. Want in principe wil ik dus hier mijn kast. Nou ja, dat is een beetje schuin. Dus ik denk dat ik dan één basiselement van IKEA kast kan neerzetten. Hier of zo, of maat gesneden. En dan misschien hier uit laten lopen. Maar mijn IKEA partskast, zoals ik hem dus nu heb, past die dus niet. Dus ik moet het een en ander op maat gaan laten maken of opnieuw aanpassen. Maar ik wil hem eigenlijk wel gewoon liefst hier hebben. En dan gewoon dit gedeeltje als hoekje waar ik me om kan kleden. Maar dan kan ik hier de kasten neerzetten. Daar mijn bureau. Nou, lekker dicht bij elkaar. Hier achter mij dus gewoon een zitje met een bankje waar ik kan chillen even. En dan een tv'tje. En dan is het ook goed. Dan denk ik daar mijn bed. Dus dan heb ik eigenlijk gewoon alle hoeken bezet. Daar bed, daar werken, daar omkleden, daar chillen. En dat is eigenlijk ook wel goed. Ik midden een schommel en dan is het goed wat mij betreft. Maar ik vind het gewoon heel lastig om daar iets over te zeggen dan, voordat alles er staat. Want in mijn hoofd was de ruimte natuurlijk onmetelijk groot. En ik laat natuurlijk ook nog weer zien dat ik er geen snas verstand van heb. Dus ik moet gewoon echt even de meubels daar neerzetten. En daarna ga ik spullen kopen. En dan ga ik kijken wat ik passend en metend nog heb en dergelijke plaats. Misschien dat ik toch wel één kast aan die kant doe bij mijn bed. Dat kan altijd nog. En daar een andere kast. Maar ik moet het een en ander even aanpassen. Het is gewoon handig dat ik even ga kijken. Want ik dacht dus dat ik een hangmat ergens op kon hangen. Een mooie grote statement hangmat. Maar ik zie helemaal geen aansluiting ervoor. Ik zei er niet iets. Dus dat is gewoon een wandlamp wat ik daar moet komen te hangen. En dat is dus iets anders dan wat ik in gedachten had. Daarom is het super handig dat je gewoon even gaat kijken. Maar ik vind de ruimte aan zich vind ik fijn. Ik hou echt wel een beetje van dat openen, van dat, hoe zou je dat zeggen, van dat ja, licht. Ik hou van het Scandinavische en dat gaat het ook echt wel worden. En dit was het mensen, dit wordt ons huis, dit wordt waar we gaan wonen. Hier gaan we over 2 weken naartoe. En ik ben gewoon happy en nou ja, dat ben ik nu. Maar ik moet nog heel wat dozen in gaan pakken. Dat gaat me heel wat verhuisstress opleveren. De mensen die ons huis hebben gekocht, die hebben de financiering een beetje uitgesteld, want de banken zijn momenteel traag met die coronacrisis. Dus ons huis is nog steeds verkocht onder voorbehoud. En daar kunnen we op zich niet op gaan wachten, we moeten gewoon verder. Dus dat gaan wij ook doen, maar het is allemaal even, we moeten nog een aantal hobbeltjes nemen in de kaart. En dat gaan nog wel even een hele zware weken worden. Maar ik ben gewoon blij dat het een groot deel af is. En dat we gewoon straks de meubels in kunnen kwakken. En alle details gaan allemaal komen. Het hele inrichten, alle accessoires die perfect moeten zijn, gaat allemaal komen. Ik mis nu iets met die dakramen. Goed. Dus. Ja, echt overal vuil en viezigheid. En ik ben niet eens een clean freak. Maar zo ziet het er dus uit. Dus ik moet nog even gaan poetsen of iets gaan doen. Want ik heb die witte stof in aan op deze manier. Maar het begin is er. En ik ben ook weer super kritisch op het schilderboek. Okay. Ik heb gewoon echt een probleem. Ik heb echt een probleem. Volgende keer doe ik het mezelf. Zelf. Dus tot zover deze video. Jullie hebben gezien hoe het huis er nu uitziet. Jullie hebben de keuken gezien, de badkamer, het speelhok. Jullie weten welke thema's de kinderkamers gaan krijgen. En jullie hebben ook mijn kamer gezien. Vanaf hier ga ik dus in de vervolgende vloggen en doen. En ik ga hier vanaf hier dus wonen, dus over 2 weken. En ik ga ook heel erg even poetsen. Ik zie dus echt allemaal dingen die me afleiden. Oké, luxe probleem. Komt goed. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je een leuke video vond, doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan doe je er op mijn hoofdje te klikken aan het einde zo. Patroen. En dan ben je lid. Wil je geen enkele video missen, klik dan even op het belletje wat je bij ons banner ziet. En dan ben je altijd op de hoogte van onze laatste video's. Heb je specifiek een vraag over dit huis of heb je een verzoekje voor een volgende video? Laat het dan even weten, dan maak ik daar speciaal een video voor.